Van harte welkom allemaal bij de vogeldemonstratie, de vliegende vijfhoevers hier in Vogelpark Artesana. Mijn naam is Martijn en we zijn deze demonstratie begonnen met een aantal best wel mooie en ook best wel bijzondere vogels, namelijk onze ara's. Zijn ze mooi of niet? Ja. Ja, mooie dieren. Hele mooie vogels. Ze leven in het zuiden van Amerika en over het algemeen leven ze daar in een koppeltje, dus een mannetje en een vrouwtje, best een tweetjes. Of ze leven daar eventueel in een grote groep. En zo'n grote groep bestaat er ook vaak uit een aantal oude ara's, maar ook uit een aantal jonge ara's, allemaal bij elkaar. En die jonge ara's die zijn eigenlijk allemaal ook vrijgezel. Ze zijn dus eigenlijk allemaal op zoek naar een nieuw vriendje of een nieuw vriendinnetje. Dus die kunnen ze natuurlijk perfect vinden in zo'n grote groep. En als ze die gevonden hebben, dan blijven ze vaak de rest van hun leven ook altijd bij elkaar. Wat een stomme vogel. Dat is wel heel erg lang, want ara's die kunnen al zo'n 80 jaar oud worden. Dus ze zullen die 80 jaar lang ook altijd bij elkaar blijven. Dan zie ik voornamelijk sommigen hier intussen al denken, 80 jaar? Moet ik niet denken zo met mijn vrouw te zijn? Zijn dat dus wel. Het zijn hele trouwe dieren. En als ze dan eigenlijk een hele goede partner hebben gevonden, dan gaan ze vervolgens op zoek naar een geschikte nestplaats zodat ze ook hun eieren daarin kunnen leggen. Nou, het vrouwtje legt haar eieren. Ze zorgen er alle twee voor dat de eieren goed warm blijven en ook goed bezorgd blijven tegen allerlei vijanden om hen heen. En als ze uiteindelijk die eieren uitkomen, dan moeten ze het ook voer krijgen, die jonge ara's. En dan zoeken de ouders alle twee zoveel mogelijk voer, zoals vruchten, zoals zaden, zoals nootjes, zoeken ze allemaal op en dat geven ze aan hun jongen. Nou, als ara's uiteindelijk uit kunnen vliegen, ze zijn groot genoeg om te kunnen vliegen, dan krijgen ze alles geleerd om ook in de natuur te kunnen overleven. Ook dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor deze vogels. Ze krijgen dan te leren waar ze dan die bomen kunnen vinden, waar ze al die vruchten en zaden uit kunnen halen. Of bijvoorbeeld een op zoek gaan naar de slaapbomen waar ze het beste in kunnen rusten voor de avond. En hoe je het beste je vijand kan ontlopen. Want jullie zien wel, ze hebben hele mooie kleuren, hele mooie felle kleuren hebben ze. Je kan ze best wel goed zien, ook in de gebieden waar ze leven. Moeten ze allemaal rekening mee houden, zodat ze niet in de buurt kunnen komen van grote, enge vijanden. En als het wel gebeurt, moet je zo weten hoe ze dan weer van vandaan kunnen komen. Nou, krijgen ze allemaal geleerd. En als ze dat geleerd hebben, dan gaan ze dus weer een grote groep samenleven, gaan ze weg van hun ouders, grote groepen zoeken en zoeken ze daar dus weer een nieuwe partner. Dus gaat een hele ritueeltje weer van voren aan opnieuw beginnen. Nou, ik had er bij elkaar 6 hier op het podium. Ik heb er allemaal eentje over. Het gaat heel snel. En we gaan eens zien of Rio, dit is Rio, onze groenvleugel aanraakt. Of die ook terug wil gaan vliegen richting de rest van zijn vrienden. Vangen, dat is goed. Gaan we even doen, Rio? Kom maar. Kom maar. Zoveel zin vandaag, hè? Nee. Lekker weer natuurlijk. Ik denk eerlijk gezegd, dames en heren, dat Rio eigenlijk nog aan het wachten is op een klein applausje. Dat hij dan wel gaat. Onvoorstelbaar, hè?